Oh, wat is dit knap. Echt. Jij krijgt gewoon een applaus. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag is het weer tijd voor Levels van Kijkers in Soep 2. En ik begin met de level van Matthijs Blijlevens. Jij hebt heel veel levels ingestuurd, waaronder Kamex School of Destruction. En ik vond die naam gewoon vet, dus die gaan we proberen. Minstens 555 munten. Holy crapioni. Jeetje. Oké, dat is best wel veel, man. Oké, ik zit nu op 22. Dus nog 506... Ja, nog best wel veel te gaan. Oh, kijk, hier is een 30 munt. Dat scheelt. Hoppa, dat scheelt. Nice. Oké, volgens mij heb ik hier nu alles. Ik heb een pauwblok. Ja, bam. Hoppakee, let's go. Oh, kijk, een up. Oh, en Kamek, daar is Kamek. Freaking Kamek, jongen. Freaking Kamek. Zijn dit ook muntjes? Nee, dit is weer een pauwblokje. Die gooi ik dan eventjes... Die... Oh. Ja. En nu? Volgens mij kon ik hier nog een blok halen. Een pauwblokje. Ja. Ja, kijk. Top. Dankjewel. Oké, let's go. Hoppakee. Pauwblokje. En we hebben nu 84, 85, 60, 70... Ja, oké. We gaan lekker. We gaan wel lekker. Terwijl, oppassen voor die Kamek, jongen. Hoppakee. Oh, 30 coins naar beneden. Op. Doei, Kamek. En... Nee, ik mis de 30 coins. Ik mis hem gewoon. Kamek, ga weg. Hoppakee. Lekker. En dan moeten we even hier weer wachten op zo'n pauwblokje. Mag ik er nog één? Ah, ik heb gewoon... Nee. Nee. Ik heb gewoon 30 munten gemist. Dit is wel crap, jongen. Ik hoop dat we daardoor wel het einde nog steeds kunnen halen. Ondanks dat we die niet hebben. Die 30 munten. Dat er niet precies 155 munten in het level zitten. Oké, let's go. Let's get so. Bam. Bam. Oké, we zitten nu op 125. Dus we gaan op zich oké, denk ik. Hoop ik. Zie je nog een keer 30 munten. Het is wel vet. Ik vind Kamek wel een toffe enemy altijd. Dus ik vind het leuk dat je Kamek hebt gebruikt, man. I like it. Ik heb zelf ook een level waarin Kamek een hoofdrol speelt. Die kun je spelen. Oh, oh, kijk. Kat Mario. Kat Mario. Man, man, man. Ja, oké. Ik ben dus niet zo fan van Kat Mario. Dat zie je. Ik maak gelijk een foutje. Maar anyway. Ik heb dus een nieuw level gemaakt. En de ID staat gewoon in de overlay. Dus je kan hem spelen als je wil. En Kamek speelt ook een hoofdrol in dat level. En ik kon daar niet naar beneden. Ja, potverdorie. Die zag ik echt even niet aankomen. Oké, ik ben even buis ingegaan. Kijk. Hier zijn nog veel meer muntjes gestopt. Dit is lekker. Oké, kijk of we met poging 2 wel gaan halen. Ik heb hier in ieder geval wel een bloem. Kijk, met die bloem ben ik super blij. Hoppa. Dit gaat oké, denk ik. Pak ik 10. Ah, we moeten ook sleutelmuntjes pakken, dus blijkbaar. Man, dat zie ik echt nu pas. We moeten ook 6 sleutelmuntjes, of 5? 5 of 6 sleutelmuntjes. Oké, dit is best wel een uitgebreid leveltje. Oh, nee. Nee, man. Nee. Nu ben ik mijn bloem kwijt. Snap. No. Niet cool. Oké, ik kwam hier uit die buis. En wat gebeurt er als ik door dit deurtje heen ga? Oké, nu ben ik hier. Dit ziet er goed uit. Toppie. Dus loop hem even. Oh, hier kan ik... Ja, hier kan ik wel naartoe. Nice. En ik moet hier ook naartoe. Alleen, ik moet wel even hierboven zien te komen. Ja, oké, top. Hoe kom ik hier nu uit? Ja, dat gaat niet. Ah, oh, ik had zeker die paddenstoel mee moeten nemen. Oh, man. Ik raak zo al mijn power-upjes kwijt, joh. Oké, ik moet ook even uitkijken voor... voor die guy, inderdaad. Ah, oké. Ga door een deur of zo. Yes, oké. Power-up. Lekker. Het is best wel een uitgebreid leveltje dit, man. Oké, ik heb de sleutel ondertussen binnen. Hoppa. Ik moet alleen nog even voldoende muntjes zien te vinden. Want zover zijn we voorlopig nog niet. Ik heb wel een sterretje hier. Oh, en nu niet meer. Ah, ik hoop dat ik die ster niet per se nodig heb. Waarschijnlijk had die ster wel makkelijk geweest voor dit stuk. Ik heb nog lang niet voldoende muntjes. Ik heb nog veel meer muntjes nodig. Hier zijn er 10. We zitten nu op 360. We moeten nog 200 muntjes, man. Beter heb jij straks meerdere muntjes verstopt. Oké, deze gaat sneller. Deze gaat sneller. Ik mis 1 muntje. Ik vind het wel prima, dat ene muntje. Ik hoop niet dat ik dat ene muntje tekort kom straks.
zitten nu... Ja, oké. Als dit zo doorgaat, dan maken we nog wel even een goede kans om het gewoon te halen. Nog een stuk of 80 muntjes. Nog een balloon power-up. Nog een balloon power-up. Bam. Nog iets van 60 muntjes, jongens. Ik vind het nog best wel spannend of we dit gaan halen. In ieder geval voldoende power-ups. Ja, oké. We gaan goed. We gaan lekker. Daar zijn nog... Oh, ik kom er straks echt, denk ik... Echt een paar tekort, denk ik. Daar zijn 30 muntjes. Dat houdt in dat we op 548 muntjes uitkomen. Als ze die pakken. Dan hebben we nog 7 muntjes. We moeten nog 7 muntjes. Beter is hier niet gelijk de uitgang. Oh, kijk. Nice. Oh, boss battle. Mega veel Chemex. Wat vet. Dit vind ik het tofste stukje van je level, man. Dit is awesome. Ik hou ervan. Lekker veel enemies. Ik hou ervan. Ik denk dat ik een P-switch moet zoeken. En dan uiteindelijk naar de rechterkant in dit stukje moet. Man, wat zijn dit veel Chemex. Oké, we hebben ruim voldoende. We hebben ruim voldoende muntjes nu. Ik denk dat we hier naartoe kunnen. Boom! Hier doorheen. Oh, nog veel meer muntjes, man. Ik heb nog een sleutel. Ik kan hier doorheen. En het is nog steeds niet het einde van dit level, man. Jemig. Ja, het is wel het einde van dit level. Kablam! Lekker leveltje, man. Ik dacht eerst dat dit een best wel een kort leveltje zou zijn, maar het is een super lang level. Super leuk gedaan, man. Echt, je krijgt een hartje van mij. Ingeborg Verhofstadt heeft 3 levels gemaakt, waarvan dit er eentje is. Op naam van Jordi, klopt dat, Ingeborg? En het level heet Speed Jump. Dus oftewel, we moeten snel zijn en we moeten springen. Ja, dat is top. Dat is een topcombinatie. Hoppa. Du-du-du-du. Wat? Ja, oké. Oké, let's go. Nog een keer. Wat? Oké, go. En iets laten springen. Deze guy is gevaarlijk. Oké, hij is klaar. Top. Een ster. Lekker. Ster. Ja, ster! Ja! Ja, hoppa! Oké. Nou, dit was in ieder geval een lekker snel leveltje. We hebben het toch voor elkaar gekregen om een keer te killen. Het volgende level is van MM Cookie Gamer. En dit is een gemiddeld niveau level, geen kort leveltje. Er is niet zo heel veel slagingspercentage hoor. 2% maar. En als het dan ook niet heel erg kort is, dan ben ik benieuwd of ik dit ga volbrengen. In ieder geval heb ik wel gelijk een power-up, daar ben ik blij mee. Toppie later van mazzel. Hoppakee. Ik heb geen doel. Ik hoef niet per se muntjes te pakken volgens mij. Dus dat is nice. Oké, bloem. Gaat dit lukken? Ik denk het niet. Ah, wel. Nice. Ik denk dat ik zo en dan zo. Ja, ik haal het allemaal net niet. Ah, nee, dan moet ik nog een keer. Nee. Ah, paniek. Was niet nodig dit. Lukte me net wel om die bloem te pakken. Dat is wel op zich wel nice. Maar even kijken hoor. Deze jump kan volgens mij niet. Je kan niet... Jawel. Oké, wel. Maar alsnog... Ja, oké. Hij was niet perfect. Kan ik hier achteraan? Ja, oké. Oké. Dit ging oké. Ik kan nu die twompen hier weghalen. Opsluiten, soort van. Misschien is het handig als ik eerst even al die ijsbeugels laat vallen. Nee, is niet handig. Oké, go. Rustig. Ja, top. Dit gaat goed, Rick. Dit gaat... Ah, dit ging top. Maar... Oh. Het zijn er te veel van deze rotbeesten. Oké, cool. Wachten. Niet springen. Nu wel. Oké, wat ik jammer vind, Cookie Gamer, is dat je echt veel te moeilijk je power-ups behoudt. Dat we daar zo, bij die dingen. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik heb nu in ieder geval nog een grote Mario, dus dat is top. Ja, kom. Tempo. Ja, oké. Stomme ijspegels. Oké, top. Oké, die is weg. En die is weg. Oké, hoe gaan we dit doen? Zover ben ik nog niet geweest. I guess zo. Ah, nee, man. Misschien moet ik wel naar de linkerbovenhoek daar. Ja, oké. Nu even rustig aan. En door.
Geef me nu een power-up of een checkpoint, alsjeblieft. Dit was... Ja, oké. Okay. Checkpoint. Nice. Nicey. Lekker. Bedankt voor checkpoint, man. Goed ding. Dat is een goed ding. Want als je dit nog vaker overnieuw moet doen, dan baal je. Ik moet dus blijkbaar daar naar boven. Dit kan ik niet halen. Dus ik denk dat ik toch hier eerst even deze enemies moet slopen. Misschien hier door de buis? Oh, jeetje. Oh, jeetje. Oké. Top, in ieder geval een power-upje. Ja, dan moet ik hier naar boven. Die jump kan ik ook zelf maken. Maar die had ik niet aanzien komen. En dan ben ik dood. Ah, yeah. Hier zit een power-up. In mushroom me. Ja, dit is naar hoor. Dit is heel... Oh, en dan bounce je op die... Oh, in plaats van dat je dan op het platform landt, bounce je op die mega bullet bill en dan is gewoon klaar. Oké, nu had ik die jump. Ja, lekker. Oké, ik was gewoon volledig stil. Maar nu had ik die jump gemaakt. En nu ging het goed. En nu was die mooi. Ja. Lekker! Ik heb nu ook een bloem. Dus daar ben ik blij mee. Hier is nog een bloem voor als het straks helemaal fout gaat. Ja, dit is niet te doen. Dit is niet te doen zonder fout, denk ik. Ja, misschien ook wel hoor. Misschien kan jij het wel, maar ik kan het niet. Even kijken of ik deze bloem kan pakken. Ja, stop. Oh, zo, daar was ik even lucky. Die Tom, die heeft een parachute. Holy crap, daar was ik echt even lucky. Oh jee, komt er Bowser aan? Komt er een Bowser aan? Is het Mr. Bowser? Het is Mr. Bowser, hè? Kan ik achter hem komen? Hoppa! Lekker! Dan hebben we dit leveltje uitgespeeld. Die best wel lastig was op sommige momenten, man. Maar Bowser is verdwenen. Bowser is geklapt. Bowser is gone. Totally gone. Oké, het kan wel sneller. Pulse NRJ heeft een muziekmapje gemaakt. 24 uur aan gewerkt. See you again by Wiz Khalifa? What? Serieus? Oh, crap. Oké, ik ben benieuwd. Ik hou van die muziekmappen, jongen. Misschien wil ik ooit een keer een video maken met de beste muziekmappen. See you again by Wiz Khalifa. Oh, snap. Ik moet niet rennen, hè? Wacht, ik ga terug. Ik moet niet rennen. Ik heb hem door. Oké, daar gaan we. Niet rennend en ik ga stil zijn of ik ga meezingen. Hoe kan je dit maken, man? Ook echt die bas erin. Wauw. Wow. Netjes, man. Heel vet. Wow. Dit is insane! Dit was insane! Oh, wat is dit knap? Echt. Jij krijgt gewoon een applaus. Deze was insane leuk. Wauw, heel erg nice. Het volgende level is van Remco Alma. En die zegt een speedrun. Ik ben benieuwd of je hem kan halen. En let's go met die speedrun. Ik ben ook benieuwd of ik hem kan halen. Moet ik... Oké, let's go. Ja. Dit kan ik halen. Ik ben benieuwd of ik hem op tijd kan halen. Oh, dat is niet de bedoeling. Dat was best wel niet de bedoeling. Hoe moet ik dat doen? Ik heb 30 seconden voor dit level ook. Dat ging net beter. Oké, top. Dit stukje haal ik allemaal wel. Dit is nog niet zo moeilijk. Maar dit wel. Ik moet hier een keer geraakt worden, denk ik. Wat doe ik hier? Overheen? Ik moet hier naartoe. En dan hier bovendoor. En dan in een van die buizen? Nee, ik moet niet in die buizen. Ik moet hier naar beneden. En dan moet ik... Zo, ja. Tup. Hoppa. Met nog 2 seconden op de klok. Hebben we gewoon gehaald. Zo doen we dat. Lekker. Ik heb geen wereldrecord, want er was iemand die best wel sneller was. En het volgende level is van Ivo0110. En die zegt, ik heb een level gemaakt, heb er lang aan gewerkt. Hopelijk vind je hem leuk. PS, love your vids. Niemand heeft jouw level nog gehaald. Oké. Spin jumps and little puzzles. Oké, let's go. Spin jump. Ah!
Ik moet even de juiste plek vinden waar ik die spin jump moet maken. Ik ken die afstand nog niet zo goed, jongens. Zo? Ja? Oké, ik moet die spin jump knop ingedrukt houden. Let's go. Hop, hop. Top. Oké, dit hebben we gehaald. En nu? Dan moet ik weer spin jumpen. Oké, ik ga je wel zeggen. Na 3 kamers wil ik wel een checkpoint. Ja? Oké. Anders gaan we dit niet doen. Oké, hoppakee. Lekker, kamer 2 gehaald. Oh, checkpoint nu al. Oké, dit is top. Oké. Geaccepteerd, vet, tof. Oké, nu komt er een beestje. Ja, oké, die moet ik dan... Ja, die moet dan hier naartoe. Oké, dit moeten we even ander. Oké, even concentratie. Koopa Troopa loopt. Koopa Troopa loopt verder. Koopa Troopa loopt die kant op. Kunnen we nog een Koopa Troopa hier naartoe halen eventueel? Want we moeten dat toch doen. En dan... Oké, laat maar. Ik focus me wel gewoon op 1 Koopa Troopa. Let's go. Nee. Oké, nu zijn er 2. 2 kansen. Ja, loop maar door. En komt u maar. Hoppa. Oh, nee. Nee. Er zijn te veel Koopas. Ik moet even terug. Er spawnen gewoon niet meer Koopas. Let's go, nog een keer. Zo, hoppakee. Nu komt hij naar boven. Ja. En dan... Oh, shit, hé. Oké, nu heb ik hem. Oké, dit ging goed. Dit ging goed. Ik kan terug. Ja, ik heb 1 muntje te pakken. Oké. Woe, middelste. Oké, pak in ieder geval even die paddenstoel. Let's go. Oké, dit ging niet goed. Oh, dit is lastig. Oké, ik ga deze eerst doen. Let's go. Oh, weer die jump net niet gehaald. En nog... Oh. Deze is moeilijk, man, jouw mappie. Ah, weer te vroeg of zo? Ik heb die gecheat. Ah, ik word afgeleid door die Koopa Troopa. Ik moet me niet laten leiden door die Koopa Troopa. Die gaat toch niks doen. Oké. En als ik die eerste jump niet haal, gelijk door cheaten naar de tweede. Oké, top. Nu heb ik deze gehaald. Deze had ik ook moeten spin jumpen. Oké. Nee, ik had het muntje! Let's go. Spin jump gehaald. Nu kan ik niet nog een spin jump doen, want ik doe een fout. Dit kan zo, en dan kan dit zo. Yes, oké, deze heb ik. Top. Oh, huh? Wat? Je moet nog een deel? Moet dit echt? Oh, waarom? Nee, dit is niet leuk. Dit is niet meer leuk, man. Oké, ik ben weer in deel 2 nu, maar jongens, dit is... Dit... Nee, man. Sorry. Als ik dan zo getrold word in zo'n moeilijk level, dan kap ik ermee. Dan ga ik niet meer verder, man. Sorry. En dan gaan we door naar het laatste leveltje. En die is van Slade Yenty Boy. En die zegt... Eerste level van Soep 2. Ik heb hem net gekregen, maar ik hoop dat je het een tof level vindt. Nou, let's go. We gaan hem spelen. 18% van de mensen heeft deze gehaald. Dus deze moet te doen zijn. Oh, oké, visjes. Ik ben visjes aan het ontgrendelen. Nice. Hoppakee. Ja, ik heb Bowser verslagen. Dat is een goed ding, denk ik. Die vis! Freaking vis, jongen. Echt, die vis, jongen. Ik ga die vis niet nog een keer ontgrendelen. Nee. Dat gaan we zeker niet doen. Hoppakee, Bowser is down. En we gaan door. Ik heb een sleutel. Ik heb hier een paddenstoel. Ik hoop dat die zon me niet gaat aanvallen. Nee, toppie. Oké, ik moet Bowser meerdere keren verslaan voor meerdere sleutels. Is dat het ding? Of moet ik gewoon meerdere... Moet ik hier naar boven of zo? Ik moet nog meerdere sleutels hebben. Waar haal ik die meerdere sleutels vandaan, hè? Moet ik die Goomba in het begin verslaan of zo? Ik snap hem niet. Oké, ik heb hier in ieder geval wel power-ups nu gevonden. Dat is lekker. Heb jij een sleutel? Nee. Misschien die vissen. Nee? Jij? Nee? Nee? Wie dan? Wie hebben er voor mij power-ups? Dit is... Of power-ups. Ik bedoel sleutels. Ik heb hier 1 sleutel van Bowser. Kan ik hier naar boven? Zitten hier sleutels? Ik snap je level niet, jongen. Hier. Moet ik hier naar boven? Oké. Dit miste ik dus blijkbaar. En dan? Zit hier ergens een sleutel? Hier zit 1 sleutel. Ik heb nu 1 extra sleutel gevonden. Daar zitten nog power-ups. Misschien zitten daar ook wel sleutels in. Of enemies die sleutels hebben. Deze enemies hebben in ieder geval geen sleutels.
Dat weten we, dat is duidelijk. Bouncer heeft er wel één. Top. Hier zit een power-up. Die kan ik even pakken. Want die heb ik namelijk nodig. Ik heb nu 2 sleutels. Ik kan hier doorheen. En dan kan ik hier kijken of hier ook nog sleutels zijn. Er zijn alleen visjes. Er zijn nog meer visjes. Nog meer visjes. En nog meer, nog meer. Oké. Zoveel visjes. Moeten die visjes kapot? Hebben die visjes sleutels dan? I don't get it. Oh, oké. Die Goomba heeft nu opeens een sleutel. Die had net geen sleutel. Ik heb nu 3 sleutels. Dit gaat helemaal lukken. Kijk, hoppakee, nog een sleutel. En het einde van het level. Kijk, hebben we toch nog een leveltje gehaald zo aan het einde van de video. Oké, dames en heren, moeders, vaders, niffo's. Dit was weer het einde van de video. Is jouw leveltje nou niet gespeeld? Drop dan opnieuw gewoon je level hieronder in de comments. Want misschien speel ik dan jouw level wel in de volgende video. Doe even dat blauwe duimpje omhoog hè, en abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo. En natuurlijk Super Mario Maker 2 video's. Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Muscle!